De vereniging Oase heeft afgelopen zaterdag in samenwerking met Optiek Marissa en de Rotary Club een wandelloop- en healthy lifestyle beurs georganiseerd. De beurs had meer dan 60 exposanten die de bezoekers hebben geïnformeerd over een gezonde levensstijl. Er zijn verschillende demonstraties verzorgd door deelnemende instanties. De jongeren zijn ook op educatieve en sportieve manier bezig gehouden tijdens de beurs. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken was ook aanwezig op dit evenement en vond het een geweldig initiatief. Wij van het ministerie van Sport en Jeugdzaken grijpen elk moment om de mensen bewust te maken om een gezonde leefstijl. En dan praten we over gezond eten, bewegen en regelmatig je bloeddruk meten, je suiker laten meten. Dus dit is op zich een geweldig initiatief en dan heb je ook nog een wandelloop gekoppeld. Dus wij vinden het als ministerie van Sport en Jeugdzaken dat we dit soort momenten vaker moeten organiseren voor de gemeenschap. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak met onze nieuwsdienst tijdens de Healthy Lifestyle Beurs afgelopen zaterdag op het terrein van Oase. De bewindsvrouw vindt dat er meer van zulke activiteiten georganiseerd moeten worden voor de samenleving. Dit zal de burgers bewust maken dat zij een gezonde levensstijl moeten hebben. Dit evenement is georganiseerd door Oase in samenwerking met Optiek Marissa en de Rotary Club.